Hoe zou een laadpaal ontworpen voor Amsterdam eruit kunnen zien? De basis van de laadpaal wordt geprint van zand. Het fundament waar ook Amsterdam op gebouwd is. De 3D-print zand wordt eigenlijk oorspronkelijk gebruikt om onderdelen van motors te gieten. Dus we doen eigenlijk het omgedraaide nu. People usually relate sand with a brittle and fragile material. And that is where it comes unheld in, because we develop a post-process to make these pieces stable and hard. We have a whole printing box that is going to be fulfilled. It's one layer of sand, one layer of binder, sand, binder. At the end, we have the whole printing box full of loose sand and these printed parts inside. And we have to do somehow this kind of archaeological work. And afterwards, we will apply our hardening process to make them functional for our final product. Ik vind het geweldig dat dan een supersterk materiaal is en de basis van de laadpaal.